Sondersdijk, heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Striebos en mijn gast is Els van Wageningen. Dag Els. Dag Andrea. Welkom. Dankjewel. Wat leuk om je nou eens hier te hebben. Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging om bij jou in de huiskamer een bakje te doen. Ja, het is, het is heel gezellig hier, vind je niet? Ja, zeker. Ja, dat dacht ik ook. Hey, vertel eens, voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je? Ja, Els van Wageningen. Geboren en getogen Vlakkezen, Dirksland. Ben 52 jaar oud. Ik ben moeder van twee jongens. Eentje van 23 en eentje van bijna 20. En ik schrijf, onder andere. Ja. Afgelopen december is mijn 10e roman verschenen. En dit jaar staat er weer een bundel met gedichten op stapel. Doe maar. Zo ongeveer oktober, november. Je 10e roman. Mijn 10e roman, ja. En je hebt hier ook nog een stapeltje gedichtenbundels liggen. Ja, klopt. Waar we het zo meteen over gaan hebben. Van geschreven, ja. 8 van geschreven. Dus nummer 9 is in de maak. En waar haal je de tijd vandaan? Want je zegt onder andere, je hebt een gezin. Ja. Je doet vrijwilligerswerk, heb ik begrepen. Dat kom je wel eens tegen in de bibliotheek, in de oude Biep. Ja, maar ja, dat is maar een middagje in de week. Dus dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. Oké. Maar mijn grootste tijd, dat is de mantelzorg voor mijn hoogbejaarde ouders. Daar gaat de meeste ook tijd in. Ook nog? Ja, ik heb een vader van 91 en een moeder van 84. Die zitten sinds kort in Nieuw-Rijsenburg, sinds februari. En daarvoor hebben ze altijd nog zelfstandig gewoond in een aanleunwoning bij Geldershof. En daar gaat de meeste tijd wel in zitten. Zo. Want ze zitten dan wel bezorgd, zo gezegd. Maar ja. Er blijven nog een heleboel dingen over, ja. Voor mij persoontje. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn grootste taak op dit moment. Dat is zwaar, hè? Ja, dat is heel erg zwaar. Ja, ik lees er wel eens over. En ja, dat mensen echt... Nou, dan vind ik het trouwens helemaal bijzonder dat je nog zoveel schrijft. Ja, dat gaat tussen de bedrijven door. Tja. Ja, ik weet er anders ook niet veel over te vertellen wat dat betreft. Maar dat gaat gewoon door. Dat doe je gewoon... Ja. Maar goed, ik ben dan niet zo'n huisvrouwtje. Ik bedoel, als je dan thuis komt, dan... Oké. Het is niet echt spik en spek en spant. Nee, oké. Nou, dat hoeft ook niet hoor. Waarom zou je? Maar goed, dat is mijn mening. Hey, ja, nee, maar goed. Ik ga gewoon een bundel van je pakken. Je doet maar. Ja. Ik heb hier een bundel en die heet Mata Hari. Ja. Achter sluiers verborgen. Ik vind het een fascinerende voorkant. En ik vind het een fascinerend gegeven. Vertel eens aan de kijker. Wie was Mata Hari? Ja, een Friezin van geboorte. Greetje Zelle. Dus ja, Mata Hari, dat klinkt heel... Of Greetje Zelle, dat klinkt niet zo exotisch nee, of erotisch. Nee. Maar ze trouwde op 19-jarige leeftijd met een officier. En ze trok met hem naar Java. En daar verveelde ze zich stierlijk. En daar heeft ze zich... Daar heeft ze zich gespecialiseerd in de Javaanse dans, in de cultuur, omdat ze niks beters te doen had. Mag ik even, ja? Welk jaar hebben we het over? Dat ze naar... Wanneer, welke tijd? 19e eeuw, 1900 ongeveer. Oké. Ga door. En toen is het nu alweer spannend. Is koningin Wilhelmina gekroond en toen had zij daar... In het stadje waar ze woonde, mocht zij haar rol spelen, koningin Wilhelmina, in het toneelstuk. En dat vond ze zo machtig leuk. Want ze kreeg applaus en ze stond midden in het middelpunt van de belangstelling. En toen heeft ze zich erin verdiept in de Javaanse leer en dat heeft ze later goed gebruikt. Het huwelijk liep stuk. Ja. Toen is ze weer teruggekomen naar Nederland. En ja, toen moest er toch geld op de plank komen. Of tenminste brood op de plank. Toen is ze naar Parijs gegaan. En daar heeft ze zich gemanifesteerd als naaktdanseres.
naaktdanseres. Als naaktdanseres. En het was natuurlijk voor die tijd heel erg schokkend. Nogal. Dat zullen ze in Friesland niet leuk gevonden hebben. Nee. Leefden haar ouders nog? Nee. Oké. Nee, maar dat is natuurlijk... Leeuwarden is heel ver weg van Parijs. Ja. En kon ze wennen in Nederland niet meer? Ik bedoel, mijn zinnen gaan nu niet helemaal goed. Kon ze niet meer wennen in Nederland? Nee. 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 Kan ik me voorstellen, na Java. Ze was dat leven daar, boerenleven ontwend. Ja. Ze was een boerendochter. Nou, niet echt. Ze is van goede huizen, goede afkomst. Maar ze vond het daar allemaal heel erg kleinburgerlijk. Ja. In het moderne Parijs, daar viel ze zich, daar vond ze zich beter op de gemak. En toen? En toen? Toen heeft ze daar dus doorgebroken als danseres. En als Mata Hari, dat betekent Maleis. Dat betekent oog van de dag. En met haar dansen en dan op het laatst dat ze dan al de sluiers liet vallen. Maar dat was natuurlijk maar eventjes dat je wat zag. Althans, je zag helemaal niks. Maar voor die tijd was dat natuurlijk behoorlijk heel schokkend. Spannend. Ja. Ja, behoorlijk spannend. Mm-hmm. En toen heeft ze daar naam gemaakt. En dus toen wou ze weer wat anders. En wat ging ze doen? Spioneren. Spionage, ja, voor de Duitsers. Ai, we hebben het nu over de Eerste Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. Oké, ja. En later, zegt men, is ze ook voor de Fransen gespioneren. Dus dubbelspion. Een dubbelspion. Oké. Een spannend leven. Ja. Ja. Maar ook tragisch en triest. Mm-hmm. Haar eerste zoontje, die stierf. In Java. Dat betekende ook eigenlijk meteen het einde van haar huwelijk. Ja. Haar dochtertje, haar ex-man, die vond dat niet zo leuk dat ze daar in die theaters van Parijs grote triomfen vierde. Dus die heeft de voogdij toen gekregen. En dus ze mocht haar ook niet meer zien. En dat heeft er toch wel heel erg veel pijn gedaan. Zo, dat is hard. Ja. En toen ze moest toch geld verdienen. Dat kreeg ze niet van haar ex-man. Nee. En dan kreeg ze wel een beetje alimentatie, maar het was niet voldoende om haar luxueuze levensstijl te onderhouden. Nee. Dus toen ging ze zich ook nog als een soort courtisane toeren. Toen maar. Ja, en zo ontfrusselde de militaire geheimen. Op die manier? Ja. En hoe is het met haar afgelopen? Voor het vuurpeloton. Ze is schuldig bevonden aan hoogverraad. En toen is ze doodgeschoten? Toen is ze doodgeschoten. Toen heeft Nederland nog wel van alles geprobeerd om gratie voor haar te krijgen. Maar de Fransen waren zo vastbesloten, zo van nee. Dat kwam allemaal net te laat. En toen is ze op 16 oktober 1917... Hoe oud was ze toen? Ik meen een jaar of 45. Ach. Dus ja, dat is tragiek. Betrekkelijk jong, ja. Je weet er veel van. Wat fascineert jou zo in deze vrouw? Ik heb nu voor de derde keer het woord fascinatie gebruikt. Ik stop daar nu mee. Maar waarom boeit ze jou een zo? Een heel fascinerend leven, denk ik. Zo van een Greetje Zelle uit Leeuwarden. Ja. Die wordt een heel beroemde danseres. Overal ter wereld kent iedereen Mata Hari wel. Die naam ook, hè? Mata Hari. Oog van de dag. Ja, ja. Zonsopgang. Ach, maar wat een tragiek. Ja. En leeft er nog familie van haar, weet je dat? Die dochter van haar, wat is daarvan geworden? Die is niet zo oud geworden ook. Ik geloof dat hij een jaar of 30, 32 is toen die ook stierf. Okay. En die heeft geen nazaten achtergelaten. Nee. Er is nog wel familie van, ze had nog een aantal broers. Maar ja, die distancieerden zich. Die moesten niks meer van haar hebben. Juist, dus nee. Dat is niet, nee. Er is geen directe lijn naar haar te vinden meer. Oei. Nou, dank voor dit verhaal. Wil je een van die gedichten voorlezen? Ja hoor. Ik heb de briefjes bijgelegd. Je had er al eentje uitgekozen, begrijp ik. Een tipje van de sluier. Tipje van de sluier. Oké.
Een tipje van de sluier. Een tipje van de sluier wordt opgelicht. Kom je te dichtbij, dan bedek ik weer snel mijn gezicht. Verdwijn uit het zicht en het licht. Laat je niet door al die sluiers tegenhouden. Probeer te ontdekken wie ik werkelijk ben. Kijk door de sluiers heen. Eigenlijk dubbel. Wat hier gezegd wordt, is: ik verberg mij, kom niet te dichtbij, maar doe alsjeblieft wel moeite. Ja. Dus eigenlijk zegt ze: laat me niet alleen. Kom bij me. Ja. Mooi. Maar toch hield ze iedereen op een afstand. Ja. Zei ze ook dat ze een Friesin was? Nou kan ik je heel slecht verstaan. Zei ze dat ze van Friesland kwam? Of nee. Deed ze alsof ze van... Nee hoor, ze had een heel verleden verzonnen. Dat ze dochter was van een of andere hoge priester van Javaanse afkomst. En dat zij dus soort geheiligd was om dat, die sacrale dansen door te geven. Ja. Dus? Ze had een heleboel fantasie. Ja. Ja. En dan moet je ook niet te dichtbij komen dan. Nee. Dat is dan natuurlijk ook ontmaskerd. Juist. Ja. Juist. Dank je. Ik heb er nog één. Nog meer. Er zijn nog een paar gedichten. Die ga je straks nog voorlezen, hoop ik. Natuurlijk. Ja. Wat ik gezien heb in je bundels, is dat je sowieso iets hebt met de rol van de vrouw in deze wereld. Ik heb hier een bundel. En die heet Bevlogen Vrouwen. Ja. Vertel, wat is dat? Dat met de vrouwen? Een vrouw, dat is wat een bevlogen vrouw is in mijn visie, nou, bedoel je? Nou, waarom een bundel over bevlogen vrouwen? Waar is het, op welk punt raakt het jou zo? Ik denk omdat ik zelf vrouw ben. Mm-hmm. Maar ze vragen ook wel eens van, waarom nou geen bundel over mannen? Nou, daar ben ik mee bezig, maar ik heb er nog maar een stuk of 10. En voor een bundel heb je toch al gauw zo'n 50 tot 55 gedichten nodig. Dus ik denk ook niet dat er komt. Nee, er is zo weinig over te vertellen. Daar ben ik al zo lang mee bezig, maar mannen spreken wat dat betreft niet zo tot mijn verbeelding. Vrouwen des te meer. En heeft dat te maken met het feit dat vrouwen door de geschiedenis heen gewoon minder op de voorgrond traden, mochten treden? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk ook dat de positie van de vrouw daar een hele grote rol in speelt. Ja. Ja. En daarom wil jij ze naar boven halen? Ja, denk het wel. En er waren, als ik die bundels van jou zie, veel moedige vrouwen. Heel veel. Ik heb zelfs dat boek gelezen over goede reden in de, ik meen de 80-jarige oorlog. Dat al die mannen die waren uit vechten en goede reden werd aangevallen. Die vrouwen hebben de stad verdedigd met z'n allen. Vind ik ook fascinerend. Ja. Dan ineens kan het wel. Ja. En dan is alles voorbij. En dan weten ze niet hoe snel ze alles weer terug moeten draaien naar het oude. Maar dat is natuurlijk... Na de Eerste Wereldoorlog niet meer gelukt, hè? Toen werden die vrouwen overal in die fabrieken ingezet. En die zeiden, in Nederland minder natuurlijk, Nederland deed niet mee. Toen zeiden ze van, ja, maar we gaan nu niet meer terug naar de keuken. Nee, alleen dus maar. Dat was een ommekeer. Ja, dat denk ik wel. Hè, maar je hebt hier dus ook een aantal vrouwen ingenoemd. Koningin Wilhelmina, Margaret Thatcher, of all people... Hè? En komt er nog een van mee? Die daar ben ik mee bezig. Okay, maar of die dan ook daadwerkelijk het papier zal zien, dat weet ik nog niet. Nee. Maar ik zit wel mee te spelen. Ja, ja, klopt. Ook tragiek, hè? Ja. Een sterke vrouw. Inderdaad. Ja. Koningin Emma heb ik hier. Theresia van Avila. Ja, het is... Ik heb er één van een... Vrouw, ik heb twee uit deze bundel. Een vissersvrouw. Twee?
Ja, oh, daar valt iets op de grond. Laat maar liggen. De vissersvrouw. Okay. Een anonieme vrouw, zoals we zoveel hebben hier op het eiland, die jij een ereplaatsje geeft. Oké. Okay. De vissersvrouw. Dag en nacht is hij van huis. Altijd dat verlangen naar de zee, de lokroep van het water, houdt zijn hart gevangen, gevuld met heimwee. Het kan ook niet anders, stammend uit een oud vissersgeslacht. Op het schip vindt hij zijn vrijheid, bevrijd van de benauwdheid van het land, hard werken voor zijn broodgewin. Voor hem telt een goede vangst. Zij zorgt voor het gezin, is altijd thuis, regeert daar met strenge hand. Een leven vol angst en beven. Stel, als met storm en ontij het schip het toch eens zou begeven en vergaan. Een zucht ontsnapt uit haar mond, als hij gezond weer voor haar staat. Opgelucht, ook al is het van korte duur, omdat ze weet dat hij toch weer gaat. Ja. Veel vrouwen zullen zich hierin herkennen. Op ons eiland. Hè, dat een hard leven. Dat zijn ook stuk voor stuk vrouwen waar je je pet voor mag afnemen. Ja, zeker. Ja. Kanjes. Dank je. Heb je nog meer bekende vrouwen? Ik ga gewoon door. Venus Williams. Ja. Tennissen. Oh, wacht op. Toch? Ja, klopt. Ja. Annemarie Vermaat, ook van het eiland. Mijn beste vriendin. Ja, ja, oh. Ja, die zat bij jou op school, of niet? Ja, klopt. Ja. Jazeker. Ja. Volgend jaar dan vieren we ons 40-jarig vriendschapsjubileum. Ach, wat leuk. Ja. Beatrix Potter. Ja. Geweldige tekeningen. Geweldige tekeningen. Prinses Irene. Ja. Jij, wat me ook opvalt, niet alleen ook in je romans en ook in je gedichten, dat jij heel erg geïnteresseerd bent in geschiedenis. Dat klopt. Ja. Waarom? Hoe komt dat? Laat ik het dat zo vragen. Hoe komt dat? Omdat je zelf ook deel uitmaakt van de geschiedenis. Al die vrouwen en mannen die voor je zijn geweest. Ja. Je bent een schakeltje. Ja. In zo'n hele lange ketting. En wie weet hoe lang dat na mij ook nog door zal gaan. Ja. Ja. Ja, ja, ik heb het ook hoor. Ik vind het ook geweldig om te lezen over geschiedenis. Maar je merkt dus in deze tijd dat het heel weinig leeft. Hè? Zie je dat ook? Dat heel veel mensen zoiets hebben. Joh, dat was het verleden. We leven nu. Of ben ik degene die dat ziet? Nou, dan ben ik het niet helemaal. Nee, mooi, nee. Mooi, zeg. Nee, ik denk dat dat juist, in mijn omgeving, dat ze heel erg geïnteresseerd daarin zijn. Ook in de geschiedenis van je eigen dorpje, je eigen omgeving. Ja, dat wel. En misschien wel niet zozeer op het wereldgebeuren. Nee. Maar wel van je omgeving. Leuk. Ja, zeker. Ja, dat is ook een... Ook zeker van je eigen familie. Ja, dat leeft enorm. Op het punt van de genealogie. Ja. En dat is natuurlijk ook heel leuk om je eigen familiegeschiedenis uit te zoeken. Dat leeft enorm. En dat je met je tegen eens. De achtergrond van het wereldgebeuren zet. Ja. Ja. En dat wil ik eigenlijk met mijn romans ook een beetje bewerkstelligen. Ja. Het verhaal van de gewone mens... In een woelige tegen tijd. De achtergrond van het wereldgebeuren. Ja. Ja. Ja, even over je romans. Je hebt daarin veel verdrietige mensen.
Mensen met problemen, laat ik het zo zeggen. Mensen die dingen onder ogen moeten zien die niet alle dagen voorkomen, maar wel heel herkenbaar zijn. Hoe kom je aan je personages? Ja, dat zijn mijn geesteskinderen. Ja, die verzin jij. Die moeten ergens een bron hebben, toch? Ja, mijn eigen leven. Mm-hmm. Mensen die verhalen van hun leven tegen mij vertellen. En dat mix ik dan als het ware tot een personage. Ja. Maar ze bestaan. Ja. Ze bestaan. Ja. En dan zal ik je misschien een heel raar verhaal vertellen, maar Else Marie Verbeke, die bestaat ook. Ja. Dat is bitterzoet Ik heb hem gelezen. Ja. En ik had dus een personage bedacht van hoe ze eruit ziet. En op een gegeven ogenblik reisde ik van Rotterdam naar Dirksland in de bus. En daar stopte in Den Bobbel stapte een dame in. En ik lag nog half een beetje te slapen. En ze begon te praten tegen degene die voor me zat. En ik kijk zo op. Ik denk, verrek. Daar zit ze. Dat is Else Marie. Echt? Ja. Sprekend. Oh, wat geweldig. Maar ik was nog, een oude tongen stapte ze weer uit. En ik dacht later van, je lag te slapen, lekker in het zonnetje, dus het zal wel een beetje. En een aantal maanden later sloeg ik ons eiland open. En daar heb je dan de pagina van de sponsors en de sport. Mm-hmm. En er stond in dat een oude tongen, een of andere bedrijf had de korfbalvereniging of de handbalvereniging gesponsord, de dameselftal. En daar zag ze weer staan. Nou ja, wonderbaarlijk. Ja, ja. Ik heb het niet uitgeknipt, ik denk, want dat vind ik weer een beetje te. Maar ik dacht van ja, dat is ze. Heel bijzonder. Ja, klopt. Zeg, ik vind je verhaal zo leuk. En ik had nog een paar gedichten, maar de tijd is om. Ach, wat jammer. Komt u gewoon een keer terug. Je komt gewoon een keer terug. Vind ik heel erg leuk. Doen we. Oké. Ja, ik vind het heel fijn dat je dit gedaan hebt. En ik ben een stuk wijzer geworden en ik hoop de kijker ook. En ik hoop tot de volgende keer. Dan ga ik nu de kijker goeiedag zeggen. Dankjewel. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. En terugkijken kunt u via www.huiskamervanplaquet.nl. Tot volgende week.